Administratie en urenregistratie tijdrovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Ja jongens, terug met die koppeling. Hij komt steeds een beetje verder. Applausje mee aan deze kant, Arjan Appeldoorn, Extreme 16. Mooi jongens. Hier begint al serieus iets te klinken en dan niet te vroeg. Hallo. Terug achteruit jongens. Doe het nog maar een keer omdat het zo mooi is. Om een ultieme poging te gaan doen in de richting van die leidersplan. Lange Dijk, hebben we nog wat van mee te goed. Deze machtig mooie nieuwe machine. Eerst even naar de rug, langer het vervuren op die nieuwe Red Dream. Oh, dit is niet mooi. Ja, komt ie. Maar dat ze dat vervolgens op hun eigen wezen. Zo zinnige eigenwijze wijze kan ik wel eigenlijk zeggen. Hun eigen ideeën verwerkt hebben hiervoor. Naar het begin van de baan. Dan gaan we kijken of daar nog een... Hier loopt om. Johan de Visser. Zo. Ja. Hoe mooi is dit, hè? Komt ie, jongens? Voor de wielspin om het linker achterwiel. Kijk daar eens eventjes. En wat vinden wij daarvan? Dat bedoel ik. We staan over de baan. En dan hebben we Crazy 810. Ja, en hier op deze zijde is dan... Nog een keer stoken, nog een keer terughalen die koppeling. Het is, we zien het vaker vandaag. Oh. Als hij één keer doet, dan doet hij het dan al meerdere keren. Niest hem gewoon uit. Niest hem 1-22. Kijk. Oh, wat wil die langzaam draaien? Ik hoor nog steeds geen turbo, jongens. Hoort op de rem, over Mark. Ja, dat begint wat wakker te worden. En begint die trekker te hippen en te springen op de achterbanden en kan Mark maar één ding doen om daar die rust in terug te krijgen. Dat is Gerrit-Jan van der Put op de bok en die zou nog eventjes oefenen met die koppeling, weten jullie nog? Die heeft dat al een paar keer eerder gedaan, die heeft nog een beetje tijd nodig. Ja, en niet te vroeg, luisteren naar die turbo. Klein beetje te snappen. Gaat die helm afgaan. Kijk hier aan deze kant, die Klaas over het... Ja, pakt wel net de finale. Trekker te koppen en een grijns op zijn gezicht. En voor gezorgd dat deze trekker voor de sport in Nederland behouden blijft. Dat hij op... Hallo. Wachten. Die miste wederom die laatste bar, Terjan.
Wij gaan de sleepwagen klaarmaken voor finale. Die finale. En oh, wat klinkt dat intertje lekker. Deze machtige Red Dream. Geel en gewijs opgebouwd. Afstandsmering finale. Machtige sleepwagenafstelling diep in de 90 meter. Vlag staan, laten we ongeveer hier in de buurt blijven. Laten we ons blik richten. Wat een machtig mooie konijn Red Bunny, Johan de Visser. Sleepwagenlengte er al voorbij, vinden wij dat mooi? 6,9 liter onder de kap. Het origineel 270 pk. Maar die Klaas zojuist nog uit te spinnen. Hé, hey, ga door naar deze kant. Waar het met John Mulder is. Wederom. En nu een betere start. Nu met twee wielen tegelijk bent. De vlieg hier met een rot. Bunny, voel hier, 110, de crazy 810, knettergek is het. Ja, wel hier de Fanfare 24 van Jan van der Sluis. En Gerrit-Jan van der Put heeft nu de smaak te pakken, heeft gezegd, nou, wat daaronder gebeurde in het vooromring, weet ik niet, maar het voelt wel zo machtig mooi. Ja, 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 net niet worden. En denk ik dat Gerrit-Jan dan hier in ieder geval laat zien dat hij hier 97 meter en een beetje is genoeg om aan te haken. Kom op, jongens, wij hebben nog een uitsmijter voor jullie. Op zo'n manier over de baan. En jongens, ik wil geen enkel team hier in Stappers. Hey jongens, ik ben er. Laatste nummer 2. Machtig gereden. Met de Volvo BM 810. Waar een gigantische bak onweer onder de kap vandaan kwam. De Crazy 810, John Mulder. En de absoluut sterkste van vandaag hier in Stappers. Komt helemaal uit de Achterkerk, maar zeker niet voor niks. Red Bunny Johan de Visser! Administratie en urenregistratie tijdrovend? Niet met Bron. Doe waar je goed in bent. Dan doen wij de rest. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl.